Oké, nou dat komt zo wel. Ik moet eventjes die foto moet ik opslaan. Deze foto, daar gaat het om. Sla het desnoods open. Maak er een foto van. Dat mag. Ik krijg mijn toestemming. Het ook even kunnen. Ik heb de tas met boodschappen naast staan. Nou ja, alle hardnodigste is wel brood, hè. Ja, dus ik heb maar weer twee meegenomen. Het moet toch wel weer kunnen. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, de laatste vrijdag van het jaar. Ja, het laatste weekend van het jaar. Hoe doen we dat? Het is wel weer heel snel gegaan. Terwijl er allemaal ellende aan de rang was op de wereld. Ja, dat houdt je bezig, hè. Dat houdt je hopelijk scherp. En dat maakt je misschien wakker. Ja. Het is vandaag dus alweer de 29ste van de 12e, nog steeds, nog een paar dagen, 2023. En we leven om 18 minuten over 3, 15 uur 18. Dus ja, ik moet mijn meisjes nou nog uitlaten. Eén van de twee heb wel regelmatig de tuin gezien. De ander pasde net voor de eerste keer, maar niet naar beneden toe te slaan, niet naar beneden toe te krijgen. Ik had zelf een lekkere luie dag. Had gewoon daar zin in. Ik denk, bekijk het maar. Ik heb er niemand verantwoording af te leggen. Ik wil lekker rustig aan. Ik heb nou wel een wasmachine draaien. En ik ga zometeen ook nog boodschappen doen. Waar ik jullie, in het schermpje doe, ik weet het niet. Want ik heb wat anders nodig in mijn scherm. Dus ik, dat kan ik nou niet doen. Ik moet daarop letten. Met boodschappen doen. Ja. En dat moet ik even nog opslaan, die foto. Ook dat nog. Even zien hoor. Oké, nou dat komt zo wel. Ik moet eventjes... die foto moet ik opslaan. Deze foto, daar gaat het om. Sla het desnoods ook op. Maak er een foto van. Dat mag. Ik krijg mijn toestemming. Sla dat op en hou daar rekening mee. Alles wat, als je dit op een verpakking ziet allemaal, dan moet je die verpakking vermijden en dan zoek je maar naar iets anders waar het niet op staat. Want dit is allemaal aan het WEF verbonden en aangezien dat ze ons, om zeep willen helpen, grof gezegd, het kistje in, ons laatste huisje in, zit er allemaal vergif in die producten. Dus ik zou het me niet doen. Nee. Zoek wat anders, wat je ook lust. En waar zo'n sticker niet bij op zit. Het is één van die stickers. Misschien zitten er ook twee op. Ik weet wel al dat kikkertje. Waar staat dat kikkertje? Die staat aan deze kant. Dat kikkertje. Ik weet niet of jullie hem zien. Daar. Dat vermijd ik dus ook. Ja. Ik heb nog wel wat in huis, maar dat is niet voor mij. Dus ja. Dat staat hier in huis, omdat als ze hun komen, dat hun dat willen drinken. Nou ja, ze weten ervan. Maar ik heb ook gezegd, maak het eerst wel op, want je drinkt het al zo lang. En we leven nog, dus. Hè. Maar probeer dit te vermijden. Ik zal dus gelijk dit even opslaan op mijn telefoon. Opgeslagen. Zo. En dan komt het allemaal wel goed. Maar ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Gaan wij ook doen. Ik moet Mario eventjes terug appen. En we zien het dan wel weer. En ik moet mijn meisjes uitlaten en dan boodschappen doen. Dus ja, gezellig. Het kan gezellig zijn. Maar ja, ik kan jullie nou 1, 2, 3 niet meenemen, want ik heb dat fotootje nodig. Ik moet dat ook eerst weer leren. Dus ja. De volgende keer beter, zou ik ze zeggen.
Maar geniet in ieder geval gewoon van jullie dingen. En hetgeen wat ik buiten dat allemaal om wel laat zien, geniet daar ook van. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. Ik heb de meisjes al uitgelaten. Ik heb even een telefoongesprek gehad met Mario na die tijd. Vanwege oudjaarsavond. Nou, daar zitten we zoals nu staat met z'n drietjes. Ja, Anna, Mario en Inga. Ja, gezellig. Ja, helemaal gezellig. Dus ja, dat wordt hopelijk ook lachen met een traan. Want ja, ik mis mijn mannetje natuurlijk. Uiteraard. Die mis ik momenteel heel erg. Maar ik laat dat amper blijken. Maar in ieder geval, komt helemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. En we gaan gewoon door met ons leven. En we begroeten zondagnacht 2024. Maar dat zien we dan wel weer. Ja. Ik haal jullie er misschien wel even bij. Je weet het niet. Ja, het is maar net hoe ik me eigenlijk op dat moment voel. Ja. Dus ik zou zeggen, ik ga nou boodschappen doen. En ik heb mijn mobiel nodig. Ik heb mijn handen nodig. Dus ja, ik heb jullie nou niet mee. Mijn mobiel die heb ik nodig vanwege het kaartje wat ik jullie er net liet zien. En hij gaat wel in mijn houder, zodat ik het zien kan. En voor de rest, ze bekijken het maar. En als ik die achterlijke idiote gladiool van die bewaker, die idioot, tegenkom en hij begint erover van wat moet jouw mobiel daarin. Kijk, je mag kijken. Je moet het kaartje in de gaten houden. Want dat wil ik allemaal niet op mijn verpakkingen zien staan wat ik wil kopen. Want dat is vergif. Ja, ik ben wakker. Jij niet, meneer. En dat is met ook met jullie zo. Hij weet niet eens niet de wetregels. Nee, en dat weet mijn liefdalige schoonzoon wel. Ja, en die zit toch ook in de bewaking. Dus ja, leer je lessen wat beter, zou ik zo zeggen. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik ben al weer een tijdje thuis. Maar ik heb even eerst gezeten, helemaal niks gedaan. Ja, maar koffie gemaakt en even op mijn mobiel gezeten. Moet ook even kunnen. Ik heb de tas met boodschappen naast me staan. Nou ja, alle hardnodigste is wel brood, hè. Ja, dus ik heb maar weer twee meegenomen. Dat moet toch wel weer kunnen. Ja, mijn handschoenen er even uit. Die heb ik nou niet nodig. Nou ja, dat zeg ik. Twee maal brood. Moet ik straks weer eventjes delen. En dat zet ik even hier neer. Oh, ik moet even wat weggooien. Dat vergeet ik helemaal. Ja, doe maar weer. Nee, moet je er niet uitkomen. Wat verdikkie. Ja. Nou, leg ik die even daar neer. Ik moet even wat weggooien. Dat is een zakje van het natvoer van Kandalf. Ja, dan kun je zeggen, nou, dat gooi je toch in de ton? Ja, prima. Maar het gaat eerst in een zakje. Gewoon een boterhamzakje. Die koop je gewoon, de goedkoopste boterhamzakjes die er bestaan, op rol. Daar doe ik ook wel met die grote broodzakken van het brood, die spaar ik ook op. Daar doe ik de tuin mee, dat van de meisjes. Maar zoals deze afval, dat gaat natuurlijk stinken in de ton hier in huis. En daarom doe je het in een zakje. En dan rol ik het gewoon ook op. Ja. Gewoon oprollen. Dan ga ik dit natuurlijk doen, want er moet een knoop in. Zo. En dan gaat het in de ton. En dan krijg je ook geen vliegjes in de ton of andere ongedierte, zoals maden. Want vliegen gaan eitjes leggen en dan krijg je maden. En nee, dat moet je niet willen. Heb ik dus ook een keer gehad voor een paar jaar terug. En vorig jaar, nee, afgelopen zomer weer nou 3 tot 4 maden maar. Dat was beter weinig bij een paar jaar geleden. Toen had ik ook de ton vol met maden. Nou, dat wil je niet hebben. Dus daarom ben ik overgestapt om dat in een zakje te doen. Hoef je niet iedere keer met
dat naar buiten toe te gaan. Nee, ik gewoon in de ton, maar doe het zo. Ja, heel makkelijk. Oplossing. En ook een goedkope oplossing. Ga geen dure weg van die afvalzakjes kopen. Niet nodig. Dit is het goedkoopste. En ja, gewoon goedkoop, de goedkoopste boterhammenzakjes oprol. En zoals die poepzakjes voor de honden, die zijn vele malen duurder. Nou, dat doe ik gewoon, die broodzakken. En één keer in de week, tenminste, moet wel goed weer wezen. Want als het regent, dan is dat natuurlijk ook een en al pap. En dan kan je het niet opruimen. En het stinkt ook dan niet. Dus ja, zodra het droog is, dan haal ik het weg. En dat gaat allemaal in de zakken, knop die zak dicht. Dat gaat de container weer in. Ja. Dus, makkelijk. Even recyclen. Ja, toch? Zo, gooien we dat weg. En dan gaan we verder met de boodschappen. Ja, ja. Nou, ook heb ik uiteraard weer een lekkere pak met mergpijpjes. Lekker, lekker, lekker. Ik krijg dus zondagavond, oudjaarsavond, Mario met Anna. Dat had ik al gezegd. Nou, Anna drinkt thee. Dat is een theeliefhebber. En er krijgen wel meer mensen die thee willen. Nou, ik heb citroenthee erbij gehaald en rooibos met honingsmaak. Dus dat heb ik erbij gehaald. Dat moet ik straks even op de foto zetten voor Mario. Van kijk, ik heb dit. En dus, dat zit er daar even neer. Die twee dames, die eten geen vlees. Maar ik wel. En mijn meisjes ook. Dus ja. Hoe heet dat? Gekookte worst. Ja, gekookte worst. En een leverworst. Nou, helemaal top. Voilà. Nou, deze heb ik gekocht. Die ga ik straks meester maken. Want hun eten dat niet. Nou ja, maar ik wel. Ja. Wat nou weer? Zo. Ik heb nog een bakje met kaas gekocht. Want Mario die eet wel kaas. Anna eet wel kaas. Maar ik eet ook kaas. Dus kaas gehaald. Ja. En weer twee doosjes rijst erbij. Ja, lekker. Kan je een pokeball maken. En zolang de elektriciteit niet uitvalt, kan ik sowieso nog koken. En anders pak ik mijn kookplaatje uit de la en dan kan ik ook nog wel koken. Maar dat wordt dan voor het eerst, want dan moet je een gasflesje aansluiten. Ja, dat is ook eng. Ik leg het even daar neer. Kastje even dicht. Wat hebben we nog meer? Nou, ik heb normale kaas. Rood. Ga je even naar achteren toe. Zo. Dan heb ik 3 maal. Want dat gaat hier hard, kaas. Want vooral als je 2 dames hebt die geen worst eten, wel kaas. Ja, dan gaat kaas hard. Dus, 2, 3 maal. Dan hoop ik dat ik dat genoeg heb. Ja, een zakje voor de een, een zakje voor de ander en een zakje voor mij. Met de meisjes erbij. Ja? Blijf leggen. Blijf leggen. Dan heb ik Hero. Ik had daar van de week had een laag doosje van. Er zit maar 1 rij in. Maar hier zitten, ik geloof 3 rijen in. En ik zat zo te kijken, want je kon ook dan, je kan natuurlijk ook meerdere doosjes kopen. Maar dan was ik met 2 doosjes al meer kwijt dan met deze. En hier zitten 3 lagen in. En 2 doosjes, ja, dus in ieder doosje zit 1 laag. Dus ik heb deze gekocht. Hek meer aan. Waar gaat het vorige week over? Zeezout. Deze pot is goedkoop, dus dat viel me nog mee. Maar ja, ik heb nog zout, maar ja, dat heb ik wel betaald, weet je. Dus dat maak ik wel op, eerst. Maar het is niet gezond, nee.
Er zitten namelijk weer middeltjes in toegevoegd om het langer houdbaar te houden of zoiets. Ik weet het niet, maar in ieder geval, dat is allemaal vergif wat ze erin gooien. Moet je niet hebben. Nou, dan heb ik natuurlijk weer zo'n dikke jongen. Daar heb ik er nou twee van. Lekker. Glühwein. Moet kunnen. Die gaat heel goed. Ja, hier al. Kandels daar, voilà. Nee, jij moet naar voren, jij bent ouder. Nou, twee flessen in bruin. En ik heb champagne. Lekker. En wat drinken we vanavond? Nou, geen wijn. Water. Watertje. Lekker watertje. En ik heb een biertje. Ja. En dan zeg je, waarom zit je die niet in de koelkast? Ik moet geen koude alcoholische dranken, want dan heb ik gelijk met één slok al hoofdpijn. Het stijgt me gelijk naar mijn hoofd. Moet je niet willen. Zelfs soms, ik moet dat niet. Ik moet ook... Hier, er staat water in de koelkast. Waarom moet dat in de koelkast? Ik weet het niet. Karin die drinkt graag steenkoude water, maar ook Mario. Maar het is niet goed voor een mens. Jouw lichaam, ja, ik weet niet, je lichaam is 37 graden, iets eronder, iets erboven. Maar als je dan steenkoud spul drinkt, dat schrikt je ingewanden van. Dat moet je niet willen. Nee, en wat heb ik hier ook? Nou, een blik soep. Groentesoep. Lekker. Zetten we daar neer. En dan hebben we... Kip. Kippensoep. Je kan door elkaar heen doen. Nou, degene die het voor mij gepakt heeft, want ik kon er niet bij. Dat was een heel lieftallig vrouwtje. Dat is echt een lieve schat. Maar ze is ook bewaakster bij de Vomer. En ze was ook aan het werk. Maar van haar mag ik dus wel vloggen. Maar ik kon niet vloggen, want ik moest alles in de gaten houden qua etiketjes, hè. Ja. Maar in ieder geval, hier zit het allemaal niet op. Maar ik zei, ja, je kunt het ook door elkaar heen gooien als je wilt. Smaakt dat dan wel? Ik zei, tuurlijk, kippen en groenten. Ik zei, als je groentesoep hebt, ik zei, doe je toch wel zo'n kippenvlees erdoorheen? Ach ja, is ook zo, zegt ze. Ik zei, ja. Die sterkjes moet slim zijn. Zo simpel. Nou, dan heb ik heb een blikje kippenragoe. Ik heb nou champignonragoe meegenomen. Want champignonragoe, ik geloof dat ze dat wel mogen hebben. Zo niet, heb ik des te meer. Ja toch? Ja. Wat hebben we nog meer? We kunnen weer een pokeball eten als ze ze willen. En anders maar niet, heb ik des te meer. Kan dat hier? Ja. Dan heb ik nog mandolientjes. Ik heb nog tomaatjes. Dan heb ik weer een potje koffie voor Zonnatura. Ik maak reclame, maar ik word helemaal niet gesponsord door. Nee, echt niet. Ik word niet gesponsord. Absoluut niet. En dan hebben we driemaal vaccineliggies. Voor €2,99 en het is 3,5 uur brandtijd. Nou, er is één zak bij. Daar is, Dat is het lucht uit. Hoe moet je dat nou? Dat is samengeperst en dat is hiervan kapot gegaan. Dus ja, dat gaat weer in mijn ouderwetse soepterrine. Want die soepterrine gebruik ik niet voor soep. Ja, vroeger heb ik het wel gedaan hoor. Maar toen zaten we ook uitgebreide gourmetten aan de tafel. En de tafel helemaal chic gedekt en alles. Ja, dat hadden jullie toen moeten zien. Oh, dat was echt chic hoor, hier ook. Hier in het andere huis, maar ook hier ook. Dat mijn mannetje nog leefde. Goed metten en van alles en nog wat op tafel. En dan kwam eerst die soepterrine kwam dan op. Dat ik goed met stel, kon je ook op grillen. Dus die plaat was ook warm. En daar zet ik hem bovenop. Lagen er nog geen pannetjes erop. En nou, en daar dan eerst een lekkere soepie vooraf. En geschenken toe. Ja. Maar dit gaat in de soepterrine, die wordt niet meer gebruikt. Maar ik wil hem ook niet kwijt, want daar is die te antiek voor, ja. Nou ja, jullie zien het, lieve vrienden, wat ik nou in huis heb gehaald. En het was nog duur ook.
Ik ben mijn eigen laplaat rokken. Ik denk, wat voor extra's heb ik? Ja, oké. Je hebt wat extra's, wat je normaal niet koopt, maar één keer in het jaar. Ja, normaal koop ik ook niet zoveel van dit. Dan heb ik er één pakje genoeg. Ja, en dan worst en wat toast met beleg. En nou gaat het even dubbel op. Maar ja, kan je over hebben voor je vrienden? Ja, simpel. En van deze thee maak ik zo even een foto van, kijk, dat heb ik gehaald. Dus dat gaat in de kist en dat komt helemaal goed. Dus lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. Geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook een beetje met mij mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer, laat. 1, 2, 3 ook nog niet, maar ook weer wel. Het is maar net hoe je het bekijken wil, ja. Het is 18 minuten over 1. Ja, en ik wil naar mijn bedje toe, want ik ben echt moe. Ik heb wel voorbereidingen getroffen voor 2 vlogs. Nog niet in elkaar gezet, nee, maar gewoon dingen bij elkaar gedaan wat ik bij elkaar wou hebben. En de filmpjes al in de map gedaan, dan kan ik morgen sowieso 2 in elkaar gaan zetten. En dan gaan we weer vol goede moed in het nieuwe jaar weer verder. Ja, dan plan ik ze in voor het nieuwe jaar en dan komt het helemaal weer goed. Ja hoor. Ik ga nou lekker de boel afsluiten en dan gaan we lekker een bedje toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard gezond uit jullie bed zien te komen. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!